Nee, sorry, dit is toch niet echt iets voor mij, Sidney. Kan jij het anders even overnemen, dan maak ik de foto's. En dan gaan wij gauw naar de geartip van deze week. Actiefotografie. Ja, dan denk je natuurlijk al gauw aan razendsnelle auto's, voetbalvelden, skateparks. Maar wij wilden het voor deze geartip eens een keer over een andere boeg gooien. Vandaar dat wij vandaag in een sportschool zijn. De actie is daar misschien wat minder in beweging, maar hij is er absoluut. En met een beetje creativiteit kun je hele toffe, actievolle plaatjes maken. En dan hebben wij natuurlijk weer een paar hele mooie accessoires voor jou voor in de aanbieding. Als eerste de monopod. Een regenhoes, natuurlijk SD-kaartjes en, heel belangrijk, een glaasje water. Bij actiefotografie gaat het natuurlijk om het vastleggen van de actie zelf, maar tegelijkertijd ook om het onderwerp wat de actie uitvoert. Wat is zijn expressie? Wat is zijn krachtinspanning? Kun je die zien en kun je de precisie van de handeling ook zien? Nou, en om al die elementen bij elkaar in één foto te krijgen, is een stukje stabiliteit best wel wenselijk. Sidney, wil jij voor mij de battle ropes doen? Dan ga ik een paar mooie foto's van je maken, man. Een monopod is daarom een perfecte tool voor actiefotografie. Een monopod combineert stabiliteit met flexibiliteit. Je camera staat stevig op het moment dat het moet, maar je hebt tegelijkertijd nog enorm veel bewegingsvrijheid om je onderwerp te volgen of snel een ander kader te maken. Daarnaast kan het bij actiefotografie heel leuk zijn om te experimenteren met verschillende sluitertijden. Wil je de actie juist bevriezen of in beeld brengen? Je sluitertijd heeft heel veel invloed op hoe jouw actie uiteindelijk in jouw plaatje terechtkomt. Een monopod biedt je bijvoorbeeld de mogelijkheid om je onderwerp gemakkelijk te blijven volgen, maar ook meesturen met de actie terwijl je fotografeert kan creatieve resultaten opleveren. Hoewel actiefotografie ook heel goed binnen kan, zoals je ziet, vindt het natuurlijk veelal buiten plaats. Op het circuit, langs de velden, op straat. En in Nederland is de kans op een nat pak dan best wel aanwezig. Nou, daarvoor is het volgende accessoire heel erg handig. Dat jij zelf een beetje nat thuis komt is misschien niet zo erg, maar je camera, je lens en andere dure apparatuur, die wil je natuurlijk zo goed mogelijk beschermen. Een regenhoes voor je camera biedt uitkomst. Oh, en misschien lijkt die regenhoes in een sportschool wat overbodige luxe, maar ook hier kan het best een beetje spetteren. Ja, en dan ons laatste accessoire. Want die actie die gaat soms razendsnel en jij wilt je kansen op die perfecte plaat natuurlijk zo groot mogelijk maken. Nou, dan is fotograferen in de continu-modus een echte aanrader. In de continu-modus kun je achter elkaar foto's blijven maken. Heel handig bij actiefotografie natuurlijk, want als je iedere keer opnieuw die sluiterknop in moet drukken, mis je het moment waarschijnlijk. Het gevolg is natuurlijk wel dat je heel veel foto's maakt en dat daardoor je SD-kaartjes vrij snel volgaan. Het is altijd handig om een aantal extra SD-kaartjes te hebben. Oké, Michiel, nu is het tijd voor jou om iets te doen. Oké, nog 5 minuutjes, kom op! Gas erop, voor 30 seconden. Yes! Goed! Netjes, Michiel. 30 seconden. Hou vol. Genoeg. Ik kan echt niet meer, man. En ik moet die video nog afkondigen. Dankjewel voor het kijken. Dit waren weer 3 accessoires. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Onthoud, ze zijn geen garantie voor succes, dus verdiep je altijd even in het gebruik. En tot de volgende terug uit de studio.